Hij zit hier nog. Heerlijke kill. Oh my god, get owned, gast. Jongere mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesfluw. En in deze video gaan wij een solo potje proberen te winnen. En we gaan naar Till the Towers, jongens. We gaan gewoon strijden voor die kills natuurlijk. Kijken of we weer zo'n lekkere game kunnen halen zoals de vorige video natuurlijk. En daar is al iemand geland. Ik heb hem al 1 of 2 keer kunnen raken met een pistol. Dus die is al redelijk weedy guy. Ik speel trouwens met best wel een leuke skin. Ik word helemaal volgepompt met plunja's. Dat ging niet fijn. Oeh, dat ging echt net mis. Er zit er één onder mij. Laten we maar snel naar hem toe gaan voordat hij goede loot krijgt. Hallo? Waar zit hij? Hij heeft deze deur geopend. Volgens mij zit hij beneden. Hallo? Waar ben je? Zit hij? Hij zit hier. Oeh! Je bent wie, gast? Wat gaat hij nou doen? Zal ik via hier? Komt hij? Ja, hem. Oh shit. Hij heeft nog best wel flink geraakt, man. Wow, yo. Oké, we hebben nu een drumgun, dat is lekker. En een grote pot en een mini-shield. Dus hey, we hebben op zich wel gewoon chille HP weer. Huppakeetje. Oké, we worden gelijk weer gepusht. Oké, stel even deze grote pot innemen. Waar zit hij? Volgens mij beneden nu. Ja, oké, ik heb hem 1 keer geraakt. Nice. Ik spring gewoon gelijk op hem. Even dit hout hakken. Oh shit, ouwe. Hij raakt nog best wel hard. Wat de hel? Oké, dat had ik niet verwacht dat hij me nog zoveel damage kon doen. Dat is een beetje raar. Op een of andere manier krijg ik best wel veel damage nog in potjes. Je moet je wat meer afschermen dan echt gewoon in het open gaan staan en vechten. Nice. 2 kills. Lekker in de pocket. Ik heb nog steeds geen shotgun, wat me wel een beetje... Waar ik... Oh, daar ligt volgens mij shotgun. Ja, oké, nice. Ik moet die shotgun hebben daar, man. Oké, zo. Hup. Er zit hier nog iemand binnen. Laten we hem maar gewoon pushen. Er zit hier eentje boven. Nog één boven. Hallo? Waar zit je, vriend? Huh? Zit hij nou helemaal beneden of zit... Wat de hel? Oké, wacht. Hier, blauwe pump. 2 blauwe pumps zelfs. Oké, geef me die. Ja, ik hoor hem. In die winkel zat hij. Waar zit je nu? Let's go. Nice. Heerlijke kill. Gewoon een dikke laser natuurlijk. Mooi. Hij heeft veel bouwmateriaal, hoop ik. Nou, oké. Prima. Nou, dat is toch weer iets erbij. Nice. Oké, 3 kills. Ik hoor nog heel wat schoten in Till, dus we gaan er gewoon maar gelijk weer op af. Kijken of we gewoon met iets van 7 of gewoon meer kills uit Till kunnen gaan. Lijkt me wel even chill om nog wat shields te kunnen krijgen. Dus even een grote pot hieruit. Oeh, slurpy. Hey, zeker niet mis hoor. Bol. En een sniper. Jongens, we hebben weer veel geluk, denk ik. Oké. Okay. Oh, ik heb die body mee. Wat de hel? Geven we maar. Dank u wel. Nice. Oké. Okay. Shield komt ook weer zo'n bij. Ik hoor nog heel wat schoten, dus dat is ook wel leuk. We hebben best wel goede loot, ouwe. Oké, de shield komt er langs voorbij. Ik ga wel alvast pushen. Hij zit hier ergens in. Oké, niet hier. Hij zit nog 1 beneden, denk ik. Nog 1 beneden, wat? Oh, ik val. Leuk. God, ik moest mijn shotgun reloaden. Wat was jij aan het doen, vriend? Oké, nice. 5 kills. Het is hier behoorlijk druk. Ja, ik heb geen shield meer. Ook ja, best wel veel HP verloren. Oké, dit is wat minder. Maar hey, we're still alive. Dus dat is wel dope. Ik ga gelijk gewoon weer door, ouwe. Het gaat lekker. We hebben ook 3 bouncers. Dat is ook wel heerlijk. Oh, we hebben natuurlijk die bolt. Oké, ik denk dat ik maar gewoon even ga pushen. Het kwam ergens hier vandaan. Hallo, enemies. Waar zitten jullie? Ik denk ergens in die huisjes dat daar iemand nog zit. Nice. Ik ben wel tevreden over hoe het gaat. Dat is wel nice. We hebben gewoon een heerlijke start gehad. Nu nog even deze game afmaken natuurlijk. Dat is altijd het moeilijkste. Om die win natuurlijk te pakken. Oké, volgens mij zit hij... Ja, je ziet hem. Ik kan hem net niet raken daar, man. Build fight. Ik word gesniped, dat is niet fijn. Hij zit daar. Ik zag hem net lopen. Met die sniper, daar zit me een beetje in de... Oh shit, ik dacht... Oh. Oké, ik moet heel veel die sniper guys in te spotten. Helaas. Oh shit. Heel veel healen. Shit, we zijn best wel veel HP verloren, man. Dit is kut. Oh god. Hij zit nog steeds onder mij, een Raven skin. Maar die guy die daar snijdt vind ik een beetje irritant. Ik durf nou niet echt te gaan pieken nu. Dit is een beetje moeilijk nu. Oké, laat me heel even die sniper reloaden. Waar zit die gozer? Oké, ik ga deze guy proberen te killen. Gewoon hier gewoon een poging tot doen.
Ik denk dat hij helemaal naar beneden is gegaan, man. Waar bent u heen gegaan? Hij zit hier nog. Heerlijke kill. Oh my god, get owned, gast. Die guy is zojuist... Ja, dat doet zeer voor hem. Oh, heerlijke kill. Kijk, hoor hier. Jongens, het houdt niet op. Til, dat is echt gaande nu, man. Wat de hel? Dit was denk ik in de kelder. Denk ik. Nog steeds zit ik een beetje met die sniper kerel daar. En misschien is dat deze goos hier. Oké, we hebben trouwens ook zo'n heavy, dus dat is wel chill. Oh, hier is hem doodgaan. Ik gooi gewoon nades. Ja, dat was die sniper goos. Oh my god. Nice, got him. Wow, shit, gek. 7 kills. Hé, dat zei ik net, jongen. Heerlijk, gast. Oké, laat me heel even healen. Woe! Dit was echt een sick... Holy shit. Til the Towers daarom. Ik vind het zo leuk. Gewoon dat je zoveel actie hebt steeds. Dat is echt ziek. Hoeveel fights we hebben gehad hier is echt niet normaal. Damn. Chill, we hebben het ook overleefd. Oh, dit wil ik niet. Oké, nice. We hebben goede loot. Dat is prima. Misschien nog een beetje betere AR en een drumgun. Voor de rest... Kijk, AR hebben we al. Kijk, dat is mooi. Oh, huh? Ik heb gedropt voor... Nou, hoeveel medkits zijn dit? 1. Het was handig nu om nades mee te nemen of die... ik neem toch even de medkit mee. Ik weet niet. Daar hebben we toch in ieder geval iets van heals. En natuurlijk ook een kampvuur. Ja, een beetje... matig. Ik weet niet. Ik hou het gewoon bij de medkit. Fuck it. Ik denk dat dat wel slim is. Oké, ik hoor hier nog een kist. Ik ben bang dat hier iets van een trap zit, maar ik denk het niet. Anders zullen we snel genoeg zien. Hier kunnen geen trap. Ik moet even iets van shield zien te fixen, man. Kijk eens, jongens. Oh, gij vraagt en zult krijgen. We hebben shield. Nou, nu zijn we helemaal compleet. Nog maar 17 man naast mij over. Dus hé, dit kan nog wel eens een hele leuke win worden. Oké, geef me even deze pallets nog. Dankjewel. Oké, loot is heel erg chill nu. Daar ben ik echt tevreden mee. Oké, we zitten nog steeds safe. Dat is ook wel chill, maar ik denk niet voor lang meer. Maar we hebben Bowser's en een launchpad. En die combinatie, jongens, je weet het. Je kan dan heel ver vliegen. Dus we zitten echt chill, man. Dit is nice. Hé, dit is gewoon goed. Oké. Geen heeft er nog iemand in Til dat zit. Dat gaan we nu maar even op onderzoek uit. Wie weet, stel dat er nog iemand zit. Kunnen we toch weer even kill proberen te pakken. Zo'n stem. Maar ik denk het niet. Oké, we zitten ook eigenlijk... Oeh, hoorde ik daar wat? Ik hoorde vaag geluid. Ik weet niet of het een enemy was. We zitten trouwens bijna weer safe. Dus daar hoeven we ook niet druk over te maken. Nice, man. Dit is chill. Dit is weer een potje dat er lekker veel in ons voordeel zit. Toch, ik dacht dat ik echt iets hoorde, man. Maar oké, het zal wel. Misschien verbeelding. Nee, ik zie helemaal niemand, man. Ik denk dat ik gewoon maar zo'n installatie ga maken hier. En dan maar gewoon wat mensen ga opzoeken. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat heb ik altijd, hè. Dan switch ik weer niet, zeg maar. Let's go! Oké, naar Cezo, let's go. Dat is richting Greasy, dus daar kunnen wel mensen zitten. Ik ga er gewoon naartoe. We gaan vanzelf wel zien of hier mensen zitten. Ik denk niet meer in Tilden. Nou, we hebben in ieder geval wel heel veel mensen vermoord daar. Ik heb ook niet heel veel bouw. Maar ja, het is wel prima, toch? Al die bosjes, ik vertrouw dat nooit, jongen. Oeh, daar is wel wat gebouwd. Oké, loopt hier nog een persoon rond? Dat is de vraag. Ik vertrouw dat hoofd daar niet, man. Het is wel veel gebouwd, maar ik denk dat het achtergelaten is. Zit hier nog een enemy? De ja of de nee? Dat huis is ook wel echt weer helemaal vol gebouwd. Ik weet niet, man. Het is heel erg stil. En dat vertrouw ik nooit. Het is echt... Ja, ik weet niet. Dan heb ik altijd zo'n gevoel van... Er kan zo iemand in je nek zitten. En dan ben je gewoon één klap weg. Oké. Even alles op zijn tijd. Ik ga gewoon richting Greasy. Ik denk dat daar nog wel iemand zit. Het is een startje, dus daar kan je best wel goed nog campen of overleven. Want heel veel mensen, jongens, spelen nog steeds gewoon op de camp manier. Gewoon afwachtend spelen en zo. Zoals dat ding, dat kan nog iemand inzitten. Ja, ik doe dat eigenlijk nooit meer. Ik deed het vroeger wel, though, maar ja, ik kan het gewoon niet meer op die manier spelen. Ik vertrouw die boel daar niet, echt. Nou, ik zie er ook niemand echt tussendoor. Jongens, waar de hel is iedereen? Ik wil sowieso die 10 kills halen, dan ben ik weer tevreden. Maar, oh, het leek alsof ik iemand zag, maar dat was toch weer niemand. Ik heb werkelijk geen idee waar iedereen is. Het is wel heel apart, deze safe zone. Het is best wel, ja, nou, het is niet heel groot. Nou, blijkbaar wel dus. Hallo? Someone here? Ik denk dat echt iemand in Greasy zit. Maar ik zie gewoon geen beweging. Dit is echt raar, man. Ik zie gewoon helemaal niemand. Wat is dit? Hallo? Nou, nah, man. Het zal wel. Ik ga wel richting Shifty dan. Er moet toch wel iemand daar zitten. Ik zie ook niks gebouwd, man. Dit is echt heel raar. Echt legit. Dit is echt... Dit is me nog nooit overkomen. Dat endgame, dat het zo rustig is. Nou, kunnen we even die paddenstoelen innemen voor extra shield natuurlijk.
Hoppakee. Dat is altijd wel fijn om mee te nemen. Ik zie. Ik hoor ook gewoon geen schoot, jongens. Het is echt heel rustig nu. Er moet toch wel ergens iemand hier zitten? Op die berg ook niemand. Hallo? Wacht, weet je? Ik ga gewoon een beetje schieten. Kijken of er mensen op afkomen. Want ik zie helemaal niemand, gast. Het is zo dood als ik weet niet wat. Er gaan wel mensen dood, maar. Hè? Ik hoor en zie helemaal niemand. Oh ja, nu wel. Ik zag daar een boom verdwijnen, volgens mij. Zag ik daar iemand lopen? Volgens mij zag ik daar een boom verdwijnen, maar ik zie weer niet. Wat is dit? Ik vind het raar, man. Ik vind het heel apart. Ik ga maar gewoon een beetje op onderzoek uit. Kijken of ik iemand kan spotten of zo. Dit is echt. Dit is zo. Hè? 13 man. Dat is nog 12 man naast mij die over is. Maar. Er zit gewoon helemaal. Dit is heel apart. Oké, okay, geef me even wat minis. 3. Kijk, prima. Ik neem toch 3 minis boven een. Oh my god. Woe! Dat bedoel ik. Nu hebben we shield heel nodig. Oké, okay, nou, we hebben in ieder geval een enemy gevonden. Dat is wel beter. Oeh, shit. Hij wordt ook weer gesnijd door iemand anders. Kijk, nu komt iedereen weer bij elkaar. Ik ga heel even dit bouwen, zodat ik niet in mijn nek word gesnijd. Die kerel is best wel goed. Hij bouwt veel en snel. Er zat nog ergens een sniper achter hem. Hij is de mijne gaan halen. Oké, okay, dan pak ik toch weer even die medkit mee. Oké, okay, nou gaat het de boel komen. Er zitten dus mensen in de mijn. Oh my god, het is een bosje. Oh fucking god. Oké, okay, nou, daar ga ik ga gewoon mengen. Daar is mijn kans om een kill te pakken. Ik denk niet dat er echt veel andere mensen hier lopen. Ja, dat is een dik gevecht gaande. Die guy met dat bosje, ik denk niet dat hij het gaat overleven. Maar ja, als je een bosje aandoet, ja, ja, dat doet niet echt bepaald hele goede mensen. Zit hij nou daar? Het overleeft. Had hij nou overleefd? Of leeft die andere guy ook nog? Oh my god. Ik weet nog niet of dat bosje die kerel heeft gekillt, ja of nee. Maar ik weet wel eigenlijk dat ik die minishields weer terug wil gaan halen. Maar hier komt ook weer een airdrop volgens mij. Of is al geland. Ga naar die airdrop toe, man. Die boom hier. Geen idee of die kerel dat bosje die andere guy heeft gekillt. Wow, dit is eng, ouwe. Er kan daar nog een gozer binnen zitten. Oh, die heeft de airdrop gepakt. Is dat die guy van net? Dat is die guy van net. Oké, okay, hij heeft het dus wel overleefd. Oké, okay, ik heb werkelijk geen idee wat hij heeft gepakt. Maar ik hoop niet op een grenade launcher. Dan ben ik wel best wel... Dat vind ik best wel jammer. Hij heeft een sniper, man. Deze guy kan wel spelen, zeg maar. Dus we moeten een beetje goed oppassen hoe we dit gaan doen. Ik ben bang dat ik gesniped word, jongens. Deze kerel weet wel van de aanpak. Ik heb niet heel veel shield. En ik ben bang dat hij dus wel heel veel shield heeft. Door die airdrop. Hij zit daar. Je ziet hem. Dit is spannend, gast. Please, heb alsjeblieft geen rocket launcher. Ik moet het heel erg sneaky gaan spelen, dit. Oh my god. Deze guy is goed, hoor. Dus ik durf niet echt te pieken, man. Hij piekt echt gewoon niet. Hoor ik nou iemand? Kijk of hij nu gaat pieken. Ook niet. Wat is deze guy aan het doen? Deze guy is heel afwachtend, ouwe. Ik ga even mijn sniper weer reloaden. Dit is echt een kutfight, ouwe. Deze fights ga je echt... Het is 50-50 gewoon. Dat je de kans hebt om het te overleven. Ja of nee. Geen zin dat ik naar beneden word geschoten. Ik ga naar die mini toe. Ik moet die mini shield even weer hebben. Oké. Okay, er zit dus wel een guy die nog behoorlijk goed is in de game. Daar zit iemand. En dat is behoorlijk... Ja, dat is best wel moeilijk, ouwe. Weet je, je komt niet... Ik in ieder geval kom niet altijd heel veel goede mensen tegen. Maar deze keer wel. En dan moeten we even goed ons best doen nu. Oké, okay, oké. Okay. Rustig aan. Als op zijn tijd. Daar zit een guy boven en die andere knul is geen idee waar. Maar er moeten nog meer mensen zijn, man. Ik... Hè? Er zitten zoveel mensen nog gewoon te campen, ouwe. 100%. Ik heb bijna geen bouw, trouwens. We zijn aan het fighten. Ik denk dat ik maar gewoon ga mengen. Deze boom meenemen. Oké, okay, ik ga meedoen. Oh, dit is schaande daar. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Oh, shit. Wat ben ik aan het kutten.
let's go. Oké, ik weet niet of die goede persoon nu dood is. Want dat denk ik wel. Ik heb wel 10 minis, holy shit. En veel hout weer. Nice, let's go. Oké, Scar, let's get it. Comfortje, hop. Oké, we hebben weer echt chillen loot. Woe! Oké, ik heb werkelijk geen idee of die goede guy dood is nu. Dus... Oh, niet in de boom. Dus dat is een beetje een ding nu. Ik moet even een grote pot zien te pakken. Oh, launchpad. Oh, schiet me dood. Oké, er zijn nog 3 man over naast mij. En ik ga voor die 10 kills natuurlijk altijd in solo's. En ik hoop dat die goede guy waar we net mee in de fight zaten, dat die overleden is. En we hebben een grote pot, jongens. Full shield, let's go. Nice, dit had ik nodig. Dit is echt chill. Oké, nice. Goede bouwmateriaal aantal, dus dit is weer helemaal lekker. Let's go. Laten we even een high ground gaan opzoeken. Ik denk dat dat wel verstandig is. Oké, ik hou die bouncer en die... Oh my god. Oké, ik ga die airdrop looten. En ik ga hopen op een grenade launcher. Het spijt me zeer, maar dan ga ik de kerel die daar zo'n knijtergrote base maakt, aan het maken is. Even neermappen. Oké, we hebben het ook nog eens, hè. Oh, even zien. Doen we het zo. Ja, ik denk dat dit verstandig is. Die kerel die gaat zo hard campen. Daar kan ik echt niet tegen. Zit hij überhaupt wel safe? Hij zit safe. Shit, man. Ik weet niet hoe ik bij hem ga komen. Dat is het ding. Hoe ga ik dit doen? Hoe kom ik hier? Ik ga het gewoon proberen. Fuck it. We hebben 18 rockets. Dat is behoorlijk wat. Oh my god. Ik ben echt aan het kutten nu. Ik heb een idee. We doen dit. Ja, ja. Oh, enemy helpt mij ook. Oké, nu gaan we pushen. Nu valt dat ding naar beneden. Oh, hij is al beneden. Ik heb alleen geen Tommy Gun meer. Ik ben echt bang voor zijn heavy, ouwe. Daar zit ook een knul. Hij is weg aan het gaan. Ik heb niet zoveel bouw meer. Ik ga hem ook weg. Piepen. Ik ga weer naar die Tommy Gun toe, man. Ik wil de grenade launch achter me laten. Ik hoorde daar iemand lopen. Je weet maar nooit. Gewoon een beetje random schieten. Oké, kom op. Ik wil mijn Tommy Gun weer terug. Ik denk dat ik daar wat meer aan heb nu. Dank u wel. Wat bouwhuts. Oké, nice. We hebben hem weer. Oké. Ik denk dat we even naar de safe moeten gaan. Dat een heel verstandige optie is. Ik heb 1 bouncer en een launchpad als het goed is. Nou, denk ik dat ik gewoon alleen die launchpad zo ga gebruiken. Dat ik die bouncer misschien nog wel even van toepassing zo meteen kan krijgen. Of hebben we... Wat zeg ik eigenlijk? Ik ben veel te geconcentreerd, jongens. Deze game is nog best wel spannend, man. Kom op. Oké. We hebben weer wat hout. Dat is ook wat chill. Ik hoorde iemand net beneden lopen. Geen idee wat die... Oké, 2 launchpads. Heerlijk. Ik ben wel echt... Oh, die kerel zit zo chill daar, man. Ik hoop niet dat hij me helemaal vol gaat spammen. Oh god. Wat de... Oh!
Mijn hart gaat tekeer. No way, gast! Oh my god, ik trilde. Ja, GG. Tony Montana's gast, ik tril zo erg. Dit was echt in fucking tense, ouwe. Ik had geen bouwmateriaal meer, dus ik kon niet weg. Ik had ook die launchpad daar al eens neergezet, dus ik kon ook niet snel de storm meer uit. Shit, man. Oh, ik tril zo erg. Ik vind het nog steeds zo spannend. Dit soort fights zijn nog echt in fucking insane, ouwe. Holy shit. Ik vond deze game super sick. Dat was spannend. Het was wel even een saai stukje op dit... In het midden van de game dat er gewoon niemand tegen me kwam. Maar alsnog 10 kills gehaald. Helaas wel tweede geworden. Tony heeft helaas ons kunnen killen. Ja, hey, hij had meer AP. Ja, bouwen, weet ik veel wat. RPG, en dat had ik niet. Dus ja, GG voor deze guy, jongens. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk, vrienden? Zeker even een duimpje omhoog. Dat zou ik super dope vinden. Vrienden, zeker om mijn kanaal te abonneren. Want we gaan richting die 75k, jongens. Super dope. Thanks voor de support. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.